Volgende onderdeel, de aankleding van de rendering. We hebben al wat afbeeldingen gezien en wat voorbeelden gezien. Dus op het moment dat je de omgeving meeneemt, dus je tekent bijvoorbeeld de tuin, dan ziet het er al een heel stuk beter uit. Maar op het moment dat je dus ook nog de omgeving meeneemt, dus wat planten bij de buren bijvoorbeeld, een gebouw van de buren, als witte volumes, kan dat zeker helpen. Maar ook bijvoorbeeld raamdecoratie. Deze tool die vinden we bij interieur en raamdecoratie. En daar kunnen we bijvoorbeeld gordijnen mee plaatsen. Lamellen, plissés, duetten enzovoort. Bibliotheken. Nou, merendeel komt wat we hier zien komt gewoon uit de Vectorworks bibliotheek. Zoals bijvoorbeeld deze tafelschikking. De glazen. Zijn zelf gemaakt, het beeldobject is zelf gemaakt, de vaas is zelf getekend, deze is ook ooit een keer zelf gemaakt. Elektrisch plantgereedschap is bijvoorbeeld wat we net hebben gedaan. Die bibliotheken van zo'n tafelschikking bijvoorbeeld, die kunnen we dus terugvinden in onze hulpbronnen onder objecten interieur. En als we daar even wat gaan scrollen, dan hebben we hier bijvoorbeeld tafelschikking. Ik heb dus deze tafelschikking gebruikt. Ik heb hem ietsjes uitgekleed omdat deze heel formeel en heel uitgebreid is. Dus ik heb wat symbooltjes eruit gehaald, maar ik heb wel deze tafelschikking met bestek enzovoort toegepast. Maar je zou natuurlijk ook bij servies bijvoorbeeld je eigen bordjes en dingetjes kunnen kiezen. De aankleding. Elektrisch plan hebben we gedaan. Beeldobjecten heb ik nog niet uitgelegd. Die beeldobjecten wil ik als volgt laten zien. Beeldobjecten kunnen we dus gebruiken om bijvoorbeeld een vaas met bloemen en een plant in ons interieur of exterieur toe te passen. Zo'n beeldobject kan dus met de camera meedraaien. En we zouden daar zelf ook een symbool van kunnen maken, zoals we hierachter zien, zodat we dus dat in 2D en in 3D netjes kunnen gebruiken. Op het moment dat we ons beeld draaien, zien we dus dat die beeldobjecten netjes met de camera meedraaien. Als we een beeldobject gaan maken en we willen zoals hier bijvoorbeeld een kamerplant of een vaas met bloemen hebben, of kruiden voor in de keuken, dan moeten we rekening mee houden dat als we dus een foto gaan zoeken op internet, dat er bijvoorbeeld een witte kleur in zit, zodat die effen is. Want deze witte kleur kunnen we bij het bewerken van ons beeldobject gebruiken als masker, zodat we dus alleen de foto zien. Hoe doen we dat? Via model kunnen we naar creëer beeldobject. We gaan een afbeelding importeren en ik kies nu bijvoorbeeld voor de vrolijke plukboeket. Klik op open. Ik geef het een naam en ik kan de afbeelding een hoogte en een breedte geven. Stel dat ik nu 900 mm hoog, nou, inclusief die stengels, kan dat best. Behoud de verhouding. Ik wil nu een masker gaan gebruiken, dus dat kies ik en we gaan deze creëren. Je kiest dus altijd voor dezelfde afbeelding. En dan hangt het van de afbeelding af of je hem bijvoorbeeld in kleur of met een alpha kanaal. Grijs zou ik zelf niet zo snel gebruiken, of het is kleur of een alpha kanaal. Als het een JPEG is, zit er nooit een alpha kanaal in. Als het een PNG is, kan daar in Photoshop bijvoorbeeld een alpha kanaal in toegevoegd zijn. Dus dan is dat witte automatisch al transparant. En dan hoef ik verder niks in te stellen. Dus als dat het geval is, heeft dat de voorkeur. Klik op creëer of op OK. De witte kleur is in dit geval dus de transparante kleur. En dat wordt dus hier zwart weergegeven. Dus alles wat wit is, wordt weggehaald. Deze staat goed. Klik op OK.
Nu zou ik voor dit beeld gekruist wel willen gebruiken, want dan krijg ik dus ook meer diepte in mijn rendering. Constante reflectie heb ik nu niet nodig, anders zou mijn bos bloemen licht gaan geven via een gloed in de textuur. Creëer parametrisch object, dat laat ik aanstaan, want dan heb ik straks in mijn invulpalet heb ik dus een breedte en hoogte aan te passen. Gekruist, constante reflectie kan ik niet aanpassen, maar creëer parametrisch object, rotatie naar camera, dat soort dingen kan ik wel allemaal nog aanpassen. Roteer automatisch naar camera heb ik aan, of zet ik aan, want zo kijk ik dus altijd plat tegen het beeld en dat geeft wel het mooiste renderresultaat. Als we voor creëer symbool kiezen, dan wordt er dus een symbooltje geplaatst als hulpbron en die kun je dus ook hergebruiken eventueel. Zou ik er zoals hier ook nog een 2D, 3D symbool van maken? Dan is dat natuurlijk niet nodig, want dan zit het beeldobject in het symbool verwerkt. Maar voor een persoon bijvoorbeeld zou dat heel handig kunnen zijn. Klik op OK. En het beeldobject wordt altijd in het midden van het document geplaatst. Dus ik ga hem even oppakken en ik verplaats hem hiernaast. Als we in een 3D gaan kijken, dan zien we dat hij nu in een kruis staat. En dat ik dus nu kan roteren en dat dus mijn bosbloemen altijd meegaan. Ik zou dus nu zelf nog een vaas erbij willen tekenen. Dus ik ga naar een 2D plan, of een vooraanzicht bedoel ik. En in dat vooraanzicht ga ik de vaas zelf modelleren. Daarvoor ga ik naar polylijn. Ik kies eerst een stukje plat. En vervolgens ga ik nu vaas modelleren en ik zorg daarvoor dat ik dus niet de originele vaas raak. Oké. Via model geef ik het een wenteling. De hoogte en de breedte, dat is dus de maximale hoogte en de maximale punt van links naar rechts. Klik op oké. En dan hebben we dus nu de vaas staan. Geef deze een textuur. En je zal dus zien dat hij dus nu netjes meedraait. Dus mijn wenteling zit dus nu iets groter dan de originele vaas. Waardoor ik dus nooit die originele vaas zie op het moment dat ik vanuit welk punt dan ook mijn standpunt kies. Een ander voorbeeld voor een beeldobject is bijvoorbeeld voor een schilderij. Model, creëer beeldobject. Ik ga weer een afbeelding importeren. En nu wil ik bijvoorbeeld deze foto als schilderij gebruiken. Ik geef hem een naam. Ik geef hem bijvoorbeeld een hoogte of een breedte. Ik wil dat hij een meter hoog is, of een meter breed is moet ik zeggen. Hij behoudt de verhouding. Nu heb ik geen masker nodig, want ik heb geen transparantie nodig. Gekruist heb ik nu ook niet nodig, want ik heb geen diepte nodig in mijn rendering. Ik wil hem plat tegen de muur aan kunnen plaatsen. Constante reflectie heb ik nu ook niet nodig, omdat mijn schilderij geen licht uit hoeft te stralen. Dit is bijvoorbeeld wel interessant op het moment dat je een foto wilt gebruiken voor een tv-monitor of een tv of een monitor. Dan wil je dus wel, want het scherm geeft wel licht, en dan wil je dus wel constante reflectie aan hebben. Creëer parametrisch object, dat mag aanstaan. Dan kan ik dus altijd nog de breedte en de hoogte aanpassen. Roteer automatisch naar camera heb ik nu niet nodig, want ik wil hem plat tegen de muur aan kunnen plaatsen. Oké. Ook deze wordt in het midden geplaatst. En deze ga ik ook heel eventjes oppakken en verplaats ik. Als ik in 3D ga kijken, dan hebben we dus nu een foto die ik dus hier kan gaan toepassen. Deze foto kan ik nu gaan bewerken door bijvoorbeeld een glans erop te zetten. Zodat ik, zonder dat ik daadwerkelijk een glazen plaat zou tekenen, kan ik dus nu wel een reflectie creëren. Daarvoor ga ik naar het hulpbronnenbeheer.
En ik ga naar de textuur van het beeldobject. Ik ga deze bewerken. En nu zou je dus bij de reflectie een plastiek kunnen toevoegen. Deze plastiek gaan we vervolgens bewerken. Met lichtsterkte, de ruwheid staat voor mij nu oké. Maar ik wil er echt wel een reflectie op hebben. Zoals je dat bijvoorbeeld ook zag bij het marmer. Dat je dus ook een beetje de omgeving meeneemt. En ik zet het bijvoorbeeld op een 10%. Klik op oké. En op die manier heb ik dus op een eenvoudige manier eigenlijk al een reflectie toegevoegd aan mijn beeld. Dat gaan we in OpenGL natuurlijk nooit zien. Dit ga ik bevestigen. Nu wil ik een lijstje tekenen. Daarvoor gaan we naar het rechthoek gereedschap. Automatisch staat aan. Dus ik ga nu automatisch werkvlak gebruiken om mijn lijst te modelleren. Klik van hoek tot hoek. Ik pak hem op. Ik geef hem een dikte van 20. Oké. Okay. En nu wil ik een frame hebben die dus alleen 20 bij 20 bij 20 dik is. Dus ik ga naar mijn 3D modelleren opties. En ik kies daarvoor de optie wand. De dikte is 20. Nu wil ik de achterwand vanuit dit beeld selecteren. Dat lukt nu niet omdat ik hem nu direct vanaf de voorkant pak. Als ik de Alt-toets indruk, snapt hij dus naar de achterwand. Kan ik deze selecteren. En kan ik met de Shift-toets kan ik de voorzijde aanklikken. En als ik nu bevestig met een Enter, heb ik hier het frame. Nu hoef ik alleen nog in het infoplet aan te geven dat ik binnenwaarts uit wil hebben. Zodat hij nu aan de binnenkant even groot is als de afbeelding. En dat zien we bijvoorbeeld aan de achterzijde. Het enige ding is wat ik nog moet aanpassen is als ik in 2D plan ga kijken. En ik wil dus dit schilderij tegen de muur aanplaatsen. Dan zou ik dus eigenlijk die afbeelding niet tegen de muur aan willen hebben, maar er net vanaf. Anders ga ik die afbeelding nooit goed zien. Dus als ik hem hier ietsjes ervan afhaal, heb ik daar geen probleem mee. Voor het frame maakt dat niet uit, maar voor de afbeelding maakt dat zeker wel uit. En op die manier kan ik bijvoorbeeld een frame maken met een lijst. Een ander deel is bijvoorbeeld texturen met een relief. Als ik dit beeld even ga bijwerken via een renderstijl. Het beeld is bijgewerkt. En wat we nu zien is dat er bijvoorbeeld een relief in de texturen zitten. En ik heb een aantal standaard texturen uit de bibliotheek gehaald. In deze muur zit dus wel een relief. Hier zit hij niet. En hier hebben we de kleur uitgehaald. Hier zit dus de relief met de afbeelding. Hier zit dus geen relief in. En hier zit dus alleen de afbeelding. Of het relief in, moet ik zeggen. En dan zie je pas wat dus het relief kan doen met bijvoorbeeld een textuur. Die texturen, dat is bijvoorbeeld deze textuur. Er zit een afbeelding in en er zit een reflectie met een afbeelding in en er zit een afbeelding in met ook een relief. En dat is wat we dus hier zien. Als ik deze bewerk, is deze Arrowway textuur, heeft dus een relief vanuit een negatieve foto. Dus alle zwarte onderdelen worden naar achteren getrokken en alles wat licht en wit is, wordt naar voren getrokken, waardoor je dus meer diepte krijgt. Door dus een relief toe te passen en eventueel een parallax toe te passen, kunnen we dat beeld dus versterken. Waardoor we dus dat in 3D wat beter tot zijn recht kunnen laten komen. Dat zien we bijvoorbeeld ook op het moment dat we hier bij de muur met de RenderWorks textuur zonder afbeelding, maar wel met een relief. Dat is deze.
als ik deze bewerk. Dan is dus de kleur is eruit gehaald. Er zit nu gewoon een witte kleur op. En reflectie zit er nog op. Maar er zit nog steeds diezelfde relief in. En door hier dus bijvoorbeeld de relief sterkte op 30 te hebben staan. En de parallax op een 10. Krijg je dus dat die stenen nog losstaan van elkaar. En dat je dus wat meer diepte krijgt. Het oogt meer dat het diepte krijgt, maar het heeft geen daadwerkelijke dikte. Wat bijvoorbeeld met een displacement mapping wel gebeurt. Dan gaat hij fysiek ook een dikte geven. Alleen met een displacement mapping kost het wat meer rendertijd dan met een parallax. Dus heb je meer tijd, dan zou je de displacement mapping kunnen gebruiken. Maar een parallax kan zeker helpen en kost weinig extra rendertijd. Nou, op die manier kunnen we dus zo'n beeld creëren en kunnen we dus relief en diepte geven. Als we deze texturen gaan gebruiken met een heliodom, dan zie je dus ook dat ze veel meer gaan leven, omdat je dus ook wat meer glans gaat zien, dat je dus de dieptes nog wat sterker terug ziet komen. En dit is ook iets wat ik vaak toepas in mijn texturen. Dat ik dus iets met het relief ga doen, zodat ik wat meer structuur in mijn rendering krijg. Dus we hebben de beeldobjecten, we hebben de bibliotheek gedaan. Wat dus onderdeel is van de aankleding. En dan hebben we dus nog de HDRI als laatste. Een HDRI is een High Dynamic Range Image. Wat we dus als afbeelding op de achtergrond kunnen gebruiken. Dat is wat we aan de rechterkant zien. Dus hier kijken we naar een HDRI van een weiland met een omgeving met wolken. En diezelfde is dus hier ook gebruikt. Op het moment dat we een HDRI natuurgetrouwe lucht zouden gebruiken, dan krijgen we bijvoorbeeld dit. Dan hebben we dus geen grond. En dan kijken we dus eigenlijk in het beeld, ja, in het niets. En door dus die HDRI te gebruiken, kan het al veel beter eruit zien. Met de omgeving erbij kan het wat meer aflijken. Nou, zo'n HDRI is voor een interieur als een exterieur goed te gebruiken. Zo'n HDRI kunnen we maken via de volgende manier. Daar gaan we even naar internet toe. Via de site hdrihaven.com kunnen we gratis een aantal gratis HDRI's downloaden. Nou, zoals je ziet hebben we Outdoor, Skies, Indoor, Studio, Nature, Urban, Night, Sunrise, Sunset, Morning, Afternoon, enzovoort, enzovoort. Zou ik bijvoorbeeld Morning, Afternoon of Midnight kiezen als voorbeeld, dan zijn er dus verschillende voorbeelden te downloaden. In de bolletjes zie je dus hoe dat in een glazen reflectie naar voren komt, in een matte reflectie of in een glimmende reflectie. Wat dat dus doet met bijvoorbeeld iets als chroom. Op het moment dat we een gebouw in een omgeving willen plaatsen, dan is een afbeelding zoals deze bijvoorbeeld fijner dan als we een interieur gaan plaatsen. Het gebouw in een omgeving als deze. Omdat dan die bomen redelijk dicht op je interieur komen te staan. Wat vaak een minder mooi beeld geeft. Dus op die manier moet je altijd wel heel eventjes zoeken naar de juiste afbeelding. En welke is voor mij nu van toepassing. Ik denk dat ik voor nu even een van die bovenste, bijvoorbeeld deze, ga of deze als voorbeeld. Klik hem aan en ik ga hem nu downloaden. Oké, hij is gedownload en we gaan terug naar Vectorworks. Via het hulpbronnenbeheer kan ik dus nu een achtergrond gaan creëren. Klik op nieuwe hulpbron en we gaan naar RenderWorks achtergrond.
Klik op creëer. Ja. En ik kan hem dus een naam geven. En ik kan kiezen wat voor achtergrond wil ik gebruiken. In dit geval gaan we voor een parametrische afbeelding. Dit zijn dus speciale afbeeldingen die je dus met die site kunt downloaden. Die dus 360 graden gemaakt zijn. Dat is deze. Nee, deze was het. Klik op open. De lichtsterkte, de verzadiging, laat ik gewoon op 100% staan. En ik klik op oké. En verder hoef ik hier in dit geval niets aan te passen. En dan hebben we dus hier een hulpbron die ik als achtergrond kan gebruiken. En deze kun je natuurlijk in je renderstijl toe gaan voegen. Dus als ik heel eventjes naar dit document ga, dan kan ik hier bijvoorbeeld in mijn tekening zo'n renderworkstijl. Dus hier zitten al een paar voorbeelden in. Kun je hem bijvoorbeeld in een exterieurfinaal of in een interieurfinaal kun je hem gaan gebruiken onder de achtergrond. En dan kun je dus kiezen voor je HDR die je dus zelf hebt gemaakt bijvoorbeeld. En op die manier kun je die dus toevoegen aan je renderstijl. Dus via deze stappen kunnen we dus onze beelden verder gaan opwerken. En op deze manier een netter beeld creëren dan dat we dat niet zouden doen.